manieren. Wij gaan gewoon een paar vragen aan jou stellen. En als jij steeds het goede antwoord weet, mag jij even een combo-slag slaan tegen die piñata. En in die piñata zit misschien wat lekkers. En als dat eruit komt, mag je het meenemen. Ja, dus duidelijk? Ga er alles aan doen om die piñata helemaal kapot te slaan. En ik denk dat we gewoon de allereerste vraag aan je gaan stellen. Ja, je hoort nu een fragment van een heel bekend liedje dat heel vaak op Funnix wordt gedraaid. En is een gedeelte is weggepiept. Ik ben benieuwd of jij weet wat er op dat weggepiepte gedeelte moet staan. Dus luister mee. Mally, 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 Mally. Wat zegt zij daarna? Waarom krijg ik je uit mijn hoofd? Wat zei je? Mally, 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 Mally. Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Ja, hey! Dat is helemaal goed. Goed. Dan mag je als eerste gaan slaan. Dan mag je een combinatie. De combo. Oh! Oké. Dat was een... Deed het pijn? Nee. Oké. Nou, bij de piñata denk ik wel. Die is nog levend. Ronnie Flex is vandaag jarig. Hoe oud is Ronnie Flex geworden? Is dat A, 23 jaar, B, 25 jaar of C, 27 jaar? B. B, denk jij? Je denkt 25 jaar. Ja. Helaas. Jammer. Derde vraag. Uit welk land komt Aya Nakamura, de zangeres van dit hele bekende liedje? Frankrijk. Rekenen we. Yeah. Oké, daar komt hij weer, een nieuwe combo. Ja, hij bijna gaat scheurtjes vertellen. Maar, Amira, besef, dit is de allerlaatste vraag. Dus dit is je laatste kans om eventueel wat daarin zit, de lekkernijen mee naar huis te nemen. Dus let goed op. Je kent Jo Silvio, toch? Ja. Uit welk land komt zijn vader? A, Marokko of B, Egypte? B, Egypte. B, Egypte. Is dat goed? Is dat goed? Ja, dat is helemaal goed. Oké. Je mag ook een combo met een trap geven. Daar komt hij, hè? Bam, bam. Oh, ja! Amira, trap er nog een keer tegenaan. Zo uit elkaar. Oeh, ja. Okay. Nog een keer. Nee, die alpaca gaat helemaal uit elkaar nu, hè? Hoppa. Hoi.